Hallo en welkom. We willen ons bij de les zoveel mogelijk richten op het boogschieten. Dus is het handig als iedereen de warming-up van tevoren doet. En daarom deze video om uit te leggen hoe je een warming-up voor het boogschieten te paard doet. We werken altijd van boven naar onder, maar het belangrijkste is dat we eerst in een goede houding gaan staan. Dat is dus de voeten schouderbreed naast elkaar, ietsje door de knieën, je handen in je zij. En dan kunnen we beginnen. We beginnen met ons hoofd losmaken. Dat is dus op deze manier, gewoon ja knikken. En dat doe je dan totdat je spieren een beetje aangenaam voelen en dat het al het kraken eruit is. Dat doen we dan hetzelfde op deze manier. En dan heb je ook nog deze. En belangrijk is dus dat je de hele tijd door je knieën blijft staan en dat alles gewoon net zo lang duurt totdat het kraken eigenlijk weg is. En dan gaan we daarna verder naar de schouders. En dat kan twee kanten op, dus dat kan op deze manier ook. Dan de polsen losdraaien, dat is op deze manier. Gewoon je ellebogen naar beneden tegen je aan eigenlijk. En dan draaien, dat kan ook de andere kant op. Dan komen we bij de ellebogen, die houden we schouderhoog. En dan draaien we op deze manier. En de andere kant op. En dat kan natuurlijk ook vanuit je schouders. En dat kan ook weer de andere kant op. En eigenlijk als je niet weet hoe lang je iets moet doen, dan kun je bij alles zeggen van nou ik doe 10 rondes. Dan is het meestal wel goed. De schouders kun je ook op een meer geavanceerde manier doen. Dat is allebei de handen naar boven. En dan op deze manier. En dat kan ook twee kanten op. En de truc hierbij is eigenlijk dat je gewoon van één hand uitgaat. Dus stel ik ga nou aan mijn linkerhand denken, nou dan begin je dus zo. Dan ga je zo het linkerheup naar voren en dan gaat je rechterheup automatisch naar achter. Dan gaan je heupen weer gelijk. Nou, linkerheup naar achteren en weer gelijk. En dan ga je op die manier eigenlijk door. Dus op die manier. Nou, dan zijn de armen, de basisoefeningen zijn gedaan. Dus dit zijn eigenlijk de belangrijkste. Wat je dan nog kunt doen is deze. Dus allebei de handpalmen naar boven. Maar je polsen die zijn allebei anders gedraaid. Zo. Zo. En dan heb je nog een soort boogschietoefening. Pols naar boven weer, dus op deze manier. En dan hou je deze alsof je gaat boogschieten. Dus je elleboog ook schouderhoog. En dan doe je zo. Het is belangrijk dat je dat twee keer doet. En dan de andere kant op. 1, 2. En dan wissel je dat op deze manier af. Dan komen we bij de middel. Die pakken we eigenlijk gewoon beet. En dan gaan we rondjes draaien. En dan is het handig om je hoofd stil te houden. Want dat is ook gelijk een soort oefening dat je lichaam beweegt terwijl je hoofd stil blijft staan. En dat werkt het beste door met je ogen op één punt te kijken. Dus je ogen op één punt te richten. En dat werkt nog beter als je dan twee punten achter elkaar neemt en dan die op elkaar probeert te houden. En dat kan ook weer twee kanten op. En dan kunnen we ook het boven, of de middel stil houden en het bovenlijf bewegen op deze manier. En dat kan ook weer twee kanten op. Dan komen we bij de knieën aan, die kunnen we ook losmaken. Dus voeten tegen elkaar. Je pakt je knieën beet eigenlijk. En dan draai je rondjes. Dat kan ook weer twee kanten op. En dit zijn meer oefeningen voor het paardrijden. Dan komen we nog bij deze. Dus eerst de voeten weer schouderbreed. Handen naar voren. En deze. En dat een stuk of 10 keer. En dat kan ook met je voeten tegen elkaar. Dus op deze manier. En dan kunnen we nog onze spieren losmaken in de benen. Dus eigenlijk je voeten gewoon redelijk ver uit elkaar. En dan zak je door. Nou, dan voel je het hier wel trekken. En dat kun je ook weer afwisselen. En dan is het een variant daarop is je teen naar boven toe. En op deze manier. Dan trek je een beetje, dan voel je het eigenlijk meer in dit gebied trekken. En dat kan ook weer twee kanten op. Deze manier. Als we dat dan hebben gedaan, dan hebben we een soort basis spierrek oefeningen gehad. We kunnen nog even ademhalen, dat is op deze manier. Dit ademt eerst diep uit.
adem je in door je neus. Dat hou je dan vast. En dan pers je de lucht eigenlijk weer eruit, door je mond. En dat herhaal je dan een keer of vier. Nou, als je dat hebt gedaan, dan ben je klaar voor de les.